één van die 10 eilanden praat precies hetzelfde. Wat eiland is dat? San Nicolau? San Nicolau. Ja. En San Nicolau praten ze op een mens, net als op Curaçao. Ja. Dus daar komt het vandaan. Dus wat? Ja. Maar de Nederlanders hebben ons iets anders verteld. Ze hebben gezegd dat wij samen gingen verzamelen met de Portugezen, met de Fransen. En zo hebben ze een taal ontstaan, weet je? Dus zo, dat is die leugen dat we op school krijgen. Maar daarom is het belangrijk om te lezen, want zo krijg je de echte waarheid. Dus als ik niet hier was komen studeren, dan had ik het nooit geweten. Dus daarom, als ze alweer deze kennis hebben gekregen, en dit moeten wij nu aan onze broeders vertellen, zodat ze ook wakker worden. Dus... Jawel. Dit is eigenlijk wie wij zijn. Want we moesten gebroken worden. Ja, maar we waren niet echt geslaagd. Dus zij hebben ons zo gemaakt. Ja, maar God heeft het gedaan, hè? Ja? Ja. Luister goed. Dus elke keer als hij zegt van... De Heere, jouw God, heeft het met jou gedaan. Kijk goed. Ja. Omdat wij het niet willen luisteren. Dus ben je goed in Nederlands? Ja. Oké. Dit is nummer 28 vers 43. Nee, sorry, 37. Dus die naam die jij draagt. Kijk wat hij zegt. Het boek van Deuteronomie 28 vers 47. Generaal. Omdat u de Heer uw God niet gediend zult hebben. Dus omdat u de Heer uw God niet gediend zou hebben. Je hebt niet gediend. We hebben de wetten leveren. Dus dienen eerst betekent de wetten en leverings volgen. Hebben wij niet gedaan. Dus kijk wat hij zegt wat hij gaat doen. Met blijdschap en hartelijke vreugde. Vanwege de overvloed van alles. 37. Dus kijk wat hij zegt over de naam die je draagt. Deuteronomie 28 vers 37. Red! U zult een verschrikking en een spreekwoord en een voorwerp van spot zijn. Onder al de volken waar de Heere uw God u naartoe zal voeren zal. Dus overal waar je vervoerd zal worden, zou je een spotreden zijn. Zou je met jou spotten. Dus kijk die naam die je draagt. Dus... Ook van CK, maar nee, dus al die namen, Dus als je kijkt wat betekent Curaçao. Have a good time. Curaçao, toch? Maar de werkelijke betekenis van de naam is land van heling. Kom van Curacote, weet je? Dus, maar dat zijn allemaal namen die, andere namen, maar dat komt niet van God. Dus hij zal dan, als je vader is, komt niet van Negroïde afkomst? Tante Parti Neger, Parti Indiaan. Je vader is Negroïde of inheems Indiaans? Indiaan. Of neger, botata. Yukosau, Berketin, Afro, Koloskurida, je werd een party neger. Dus je hoort Benjamin, dat ben je van de stad van Benjamin. Grat! Dus, neger, kemen solamente preto. Dus, betekent gewoon donkere man. Maar, waarom neger? Omdat de Bijbel geeft aan, precies, of, en ook in de geschiedenisboeken. Wat hebben ze verkocht? Negers, toch? Geen Afrikanen. Want er is een verschil tussen een Afrikaan en een neger. Dat staat ook op die flyer die je hebt. Dus, als we gaan naar boven van... geef me die informatie van die flyer. Kijk op die flyer. Mag ik die flyer? Geef die. Moet die een flyer, toch? Dus als je hier kijkt, dan zegt hij... Luister goed voordat je weggaat. Hé broer, luister goed. Hij zegt hier, in de zonder van Compact Bijbel woordenboek. Hij zegt, Gam, de jongste zoon van Noach. Waarschijnlijk 96 jaar voor de zonvloed geboren. Hij werd de voorvader van de zwarte ras. Niet van de negers. Dus niet van de negers. Dus de negers komen van een andere stam. Van een andere voorvader. Van Shem. Dus, maar van wie is hij wel de voorvader? Dus die Afrikaan. Maar van de Egyptenaren, de Ethiopiërs, de Libiërs en de Canaanieten. Dus Afrikanen, Gam is de vader van Afrikaanse naties. Niet van de negers. Dat is gewoon heel duidelijk. Dat is ook bewezen en dat kunnen ze ook zien. Aan onze jukbederen, de neus, de mond, dus onze volle mond. Onze haar kan lang groeien, die van de anderen niet. Dus zo weten ze, er is een verschil tussen ons en hun. Dus, en wij zijn gewoon anders. Dus, dat is belangrijk om te weten. Maar doe je onderzoek. En we hebben ook in Papermens, elke woensdag en zondag, geven we les. En ook in Nederlands, op de andere dagen. Dus maandag en volgens mij donderdag. Dus, boom.
Dus het is belangrijk om te weten, yes? Om niet meer te herhalen wat we in het verleden hebben gedaan. Dus we gaan naar het boek van de Deuteronomie 28, vers 43. Bezit Cabo Verde een eigen bank? Bezit Cabo Verde. Caverdi. Bezit die eigen bank? Een bank. Want je hebt 400 jaar toch in slavernij gewerkt. Cabo Verde, Caverdi en Cavian? Waar kom je vandaan? Aruba. Sta je in Nederlands? Staat Nederlands toch? Oké. Okay. Is dit precies wat ik over. Heeft Aruba zijn eigen bank? Ze hebben wel Aruba Bank, maar wie is de eigenaar van die Aruba Bank? Ben je hier geboren? Oké, okay, en jij? Waar kom je vandaan? Nederland? Maar jouw voorvader. Want je ziet niet Nederlands uit. Surinaams. Dus je hebt Suriname. Daarvoor heet het Berbice. Dutch Guyana, dus zo zie je, ze hebben allemaal andere namen die, wij lopen met al die andere namen wat aan ons gegeven is. Aruba ook. Aruba is niet de werkelijke naam. Dus de werkelijke naam is Arubeira. En jij, waar kom jij vandaan? Ook Suriname. Dus wat wij hier geven is gewoon een geschiedenis. En dat staat gewoon letterlijk in de Bijbel. Want het is de boek van de zwarte man. Het legt precies uit hoe ze eruit zien, wie ze zijn, wat ze hebben misdaan. En wat we moeten doen om dat te corrigeren. Want we hebben dingen gedaan waarom we dit hebben verdiend. Waarom wij in slavernij zijn gegaan. Dus denk je dat slavernij in de Bijbel staat? Denk je dat slavernij in de Bijbel staat? Op slavenschepen? Ja. Okay. Ik ga het even laten zien. Hè? De nummer 8 vers 68. Dezelfde Bijbel die je thuis hebt. Het is dezelfde Bijbel. Precies dezelfde Bijbel. Nee, heb je Bijbel thuis? Nee, ik heb geen Bijbel thuis. Maar dan kan je ook downloaden op je telefoon. Okay. En dan kan je ook kopen in de winkel. Kijk wat hij zegt. Deuteronomie 28:68. Hier staat over de slavernij op slavenschepen. Van Deuteronomie 28 vers 68. De Heere zal u in schepen. Dus de Heere zal u, dus onze voorvaderen, op schepen. Waar? Naar Egypte laten terugkeren. Dus naar Egypte. Dus wat betekent Egypte? Egypte is dat synoniem voor iets anders. Daarvoor, om de betekenis van Egypte te krijgen, moet je naar Exodus 20 vers 2. Om de betekenis van Egypte te krijgen. Anders kan je die hele zin niet begrijpen. Want de Bijbel staat in een parabool. Waarom? Zodat de andere naties dit niet zouden verstaan. Het is voor degene die de wetten en leveringen onderhouden. Kijk wat de Bijbel zegt. Het boek van Exodus, hoofdstuk 20 vers 2. Ik ben de Heere, uw God. Hoe vaak heb je dit gehoord? Ik ben de Heere, uw God. Uw God, uw God, uw God. Niet van de anderen. Ik ben de Heere, uw God. Zo maakt hij duidelijk. Ik ben de Heere van de Caverdiaan, de Antilliaan, de Surinamer, de West-Afrikaan. Dus alle mensen die hier de 12 stam van Israël. Niet van de andere naties. Ik ben de Heere, uw God. Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Dus dit is de betekenis van Egypte. Slavenhuis. Nu ga je naar terug. Naar Deuteronomie 28 vers 68. Om de volle betekenis van die vers te kunnen krijgen. Anders zou je het niet kunnen begrijpen. Deuteronomie 28 vers 68. De Heere zal u in schepen naar Egypte. Naar in slavernij. Laten terugkeren. Over de weg waarvan ik u gezegd heb. Wie is in slavernij gegaan op slavenschepen? Eerst de inheemse Indiaan. En daarna de zogenaamde inheemse Indiaan en de zogenaamde Negroïden. De 12 stammen van Israël. Die zijn in slavernij gegaan op slavenschepen. Dus de Bijbel zegt, dus Mozes zegt, precies zoals ik jou gezegd heb, zo zal het ook gebeuren. En het is ook gebeurd. Kan je dat letterlijk zien? Over de weg waarvan ik u gezegd heb, die zult u nooit meer zien. Ons thuisland, Jeruzalem. Wat in Galaten 4, vers 26 aangeeft. Jeruzalem is ons thuisland. Dat zouden wij nooit als volk zien. Dus we zouden verspreid zijn over de vier hoeken van de aarde. Tot de dag van vandaag zijn we verspreid, toch? Daar zult u zelf als slaaf en slavin aan uw vijanden willen verkopen. Maar er zal geen koper zijn. Waarom zal er geen koper zijn? We hebben geen economische macht, geen financiële macht, geen militaire macht. Niets hebben wij om onszelf vrij te kopen. Niets. Dus dit is eigenlijk voor de zogenaamde 12, dus voor de 12 stam van Israël. Daar horen de Berbers ook bij. Ben jij een Berber? Oké, okay. De Berber. Weet jij wie Hannibal is?
Hannibal Barkens was een Israëliet van de stam van Asher. Weet je dat? Hij is een Israëliet van de stam van Asher. Dus als jij een Berber bent, is dit ook voor jou. Dus de Bijbel, wat heeft God gegeven aan de Israëliet? Wat moest hij doen? Wetten en leefregels volgen. Kijk naar Deuteronomium 4, vers 5. Deuteronomium 4, vers 5 en 6. We hebben wetten en leefregels gekregen. Maar dit, dat zullen ze je nooit vertellen. Wat geven ze jou om jou te laten verdwalen? Ze geven jou, kijk, de jeugd van tegenwoordig, een telefoon, Facebook, YouTube, dus dat soort dingen. Om ons te blinderen. Ze houden je bezig, geven je werk, heel veel school, heel veel dingen om te doen. Dan zou je nooit willen weten wie jij bent. Dan loop je rond met een naam. Wat betekent Marokko? Moros. Moreno, donker, toch? Dat vertellen ze niet. Ze zeggen Marokko. Ze geven jou een vlag, een rode vlag met een kruis erop. Nee, een ster erop. Dat is een Marokkaan. Maar ze vertellen niet verder. Maar wij moeten ook ons eigen onderzoek doen, weet je? Zo zie je dat wij allemaal broers zijn. Maar dat vertellen ze niet. Kijk, Deuteronomie 4, vers 5. Boek van Deuteronomie 4, vers 5. Zie, ik heb uw verordeningen en bepalingen geleerd. Zegt hij religie? Hij zei verordeningen en bepalingen. Zoals de Heere mijn God mij geboden heeft. En zo te handelen. Delen in midden van het land waarin u zult komen en het in bezit te nemen. Vers 6. Neem ze in acht en doe ze. Neem ze in acht en doe ze. Dus je hebt de wetten en regels gekregen en dan moet je ze doen. Maar dat hebben wij niet gedaan. We hebben ze gebroken. Allemaal hebben wij ze gebroken. Dus één daarvan is bijvoorbeeld de nummer 22 vers 5. Dit is voor de dames. En je hebt ook soms ook voor de heren. Want sommige heren, dus als je naar de tv kijkt, weet je, dan zie je van heel veel van die acteurs. Als man zijnde dragen ze vrouwenkleding, lippenstift, dat soort dingen, weet je. Maar kijk, wat vindt de Bijbel ervan? Als een Israëlische man dat doet. De nummer 22 vers 5. Het boek van Deuteronomie, hoofdstuk 22 vers 5. De kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen worden. En een man mag geen vrouwenkleding aantrekken. Dus de hele Bijbel is alleen maar voor de Israëliet. Dus als hij zegt de vrouw, dan bedoelt hij de Israëlische vrouw. Als hij zegt de man, is een Israëlische vrouw, man. Dus dat betekent ook dus de Berber. Want ieder die dat doet, is voor de Heere uw God een gruwel. Dus, hoe heet dit met je? Arubaanse. Dus ik kan hem die nummer bellen. We hebben contact ermee. Hé, hey, je vrouw. Dit is zo'n zakuraat. Ik zeg dat onze lijn aan ku tapabo. Ku moord een zaap. Zo, doen kan aan ku tapu. Zo'n zakje. De kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen worden. En een man mag geen vrouwenkleding aantrekken. Want een ieder die dat doet, is voor de Heere, uw God, een gruwel. Dus het is een gruwel als de Israëlische vrouw dat doet. De anderen mogen dat doen wat ze willen. Ze hebben de wetten en leefregels niet gekregen. Kijk wat in Psalm 147 vers 19 en 20 aangeeft. Dus hij zegt letterlijk. Dus wat wij wel of niet hebben gekregen. Kijk wat hij zegt. Psalm 147. Vers 19 en vers 20. Want dat is een van de redenen waarom wij in slavernij zijn gegaan. En als we dat blijven doen, wanneer Jezus terugkomt, komt hij niet meer handen schudden. Hij komt niet lachen. Dus dit keer komt hij met vuur. Boek van Psalm 147 vers 19. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend. Hij maakt aan Jacob. Dus Jacob, zijn naam is veranderd in Israël. En hij heeft 12 zonen. Waaronder de Kaverdiaan, Arubaan, Surinamers. Ja? Israël zijn verordeningen en zijn bepalingen. Zo heeft hij voor geen enkel ander volk gedaan. Zo hoor je het zelf. Hij heeft voor geen enkel ander volk gedaan. Dus ze hebben dat niet meegekregen. Dus de wetten en leefregels hebben ze niet meegekregen. Nee, hebben ze niet gekregen. Want er is een boete voor slavernij. Er is een boete hiervoor. Maar omdat hun de wet en leefregels niet kennen, is niet aan hun gegeven. Daarom zijn ze nog niet gestraft. Maar ze gaan wel daarvoor gestraft worden.
Maar nog niet, yes? Die kennen zijn bepalingen niet. Dus, nog 20 nog een keer? Zo heeft hij voor geen enkel ander volk gedaan. Die kennen zijn bepalingen niet. Dus, ze kennen de bepalingen niet. De wetten en leveringen kennen ze niet. Nunca na no ahye. Ze hebben het nooit meegekregen. Nee, nooit, nooit, nooit. Dus, hij kent hen niet. Dus als je ouders zegt van, hé, hoe heet jij? Goeiemabu? Annalisa? Annalisa, waar komt het thee? Zij zoon. Maar binkas maar laat. Dus zorg dat je om 6 uur thuis bent. Kom niet later. En als je dat toch doet, gaat je ouder die anderen straffen? Of gaan ze alleen maar jou straffen? Nee, kijk wat de Bijbel zegt, Amos 3 vers 1. Of God dat ook met de anderen heeft gedaan, of met één volk. Amos 3 vers 1. Boek van Amos 3 vers 1. Luister naar dit woord dat de Heere tot u spreekt. Dus luister naar dit woord dat de Heere tot u spreekt. Tot de Israëlieten. Israëlieten. Nog een keer. Luister naar dit woord dat de Heere tot u spreekt. Israëlieten. Tot het hele geslacht dat ik uit het land Egypte heb gehaald. Gelijk. Alleen u heb ik gekend. Nee, iedereen. Alleen u heb ik gekend. Nee, iedereen, lees het goed. Alleen u heb ik gekend. That's right. Uit alle geslachten op de aarde. That's Daarom right. zal ik u vergelden als uw ongerechtigheden. Dus voor al jouw ongerechtigheden, dus voor al jouw zondes, waaronder een vrouw in een broek, een man in een jurk. Dus dat zijn allemaal dingen. Dus nog één. Jij scheert je met schimmes? Scheer met schimmes? Ja. Dus een Israëlische man mag dat niet doen. Dat zegt de Bijbel in Leviticus 21 vers 5. Nee, wat zeg je? Nee, je mag wel verlagen met zo'n tondeuze. Maar je mag niet scheren met een scheermes. Want je krijgt ingroei als Israëliet. Dus, maar die anderen krijgen dat niet. Wat wij krijgen, krijgen we niet. Want we zijn niet dezelfde. De Bijbel zegt het zelf. Kijk wat hij zegt. Leviticus 21 vers 5. Hebben jullie tatoeages? Tatoeages? Oké, okay, dit zijn zoveel dingen die wij niet kennen. Maar het is tegen Gods wet. Dus als je tegen Gods wet doet, dan ben je ook tegen God. Maar het is, wij hebben ook ons misdragen. Want wij wisten het ook niet beter. Maar er komt een tijd dat je inziet wat je verkeerd hebt gedaan. En dan moet je je leven gaan beteren. En als je dat leven hebt gebeterd, je volgt die wetten. Dan wordt het tijd om dan je broeders en zusters te gaan leren wat ze verkeerd doen. Leviticus 21, 5. Priesters mogen op hun hoofd geen kale plekken maken. Ze mogen geen onze haar, hoofdhaar niet kaal scheren als man zijnde. Net als Michael Jordan. De man mag dat niet doen. De vrouw ook niet. De rand van hun baard niet afscheren. En in hun lichaam geen inkervingen maken. Dus je mag geen inkerving maken. Dus ook niet met inkt. Dus ook niet snijden in je huid. Dus als Israëliet. Dus waarom? Want je bent een speciaal volk. Verheven boven alle volken van de aarde. Maar onder voorwaarde dat je wel aan de wet en levering houdt. Dus, wat moet je, dus met alles wat je nu hebt meegekregen. Dus wat wij ook leren is dat je moet bekeren. In Handelingen 3 vers 19. Dus je moet bekeren. En afstand. Dus alles wat je verkeerd doet moet je achter je laten. En terugkeren. Maar waarom? Kijk wat de Bijbel zegt. In Handelingen 3 vers 19. Dus Handelingen 3 vers 19. Handelingen 3, vers 19. Waarom moet je bekeren? Kom dus tot één keer en bekeer je. Dus Israëliet, Arubaan, Suriname, Kaverdian, kom tot één keer. En bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden. Dus bekeer je, dus draai terug. Draai de zonde de rug toe. En er tijden van verkwikking zullen komen. Dus lees nog een keer. Kom dus tot één keer en bekeer u. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark.
We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.